Duizenden banen staan de gemeenschap te wachten via de bauxietindustrie. Deze informatie deelde president Chandrika Prasad Santokhi op de Srividensi-receptie. Volgens het staatshoofd zal de local content, deelname van eigen kader, in Suriname vergroot worden. Maar we gaan door in het investeren in moderne technologieën, in duurzame praktijken, om te zorgen dat alle sectoren goed ontwikkeld worden. De agrarische sector, de toerismesector, de productiesector, maar ook om te zorgen dat de voedselzekerheid gegarandeerd is en dat we werken aan economische diversificatie. We zullen ook blijven werken aan het verbeteren van de veiligheid in ons land. Dat betekent dat we blijven investeren in onze politie en defensie en dat we blijven samenwerken met onze internationale partners om de veiligheid in onze regio te waarborgen. Mijn regering zal ook blijven werken aan het verbeteren van de sociale voorzieningen in ons land. Dat betekent dat we zullen blijven investeren in de sociale voorzieningen en het sociale programma en dat we onze kwetsbare burgers zullen blijven beschermen en ondersteunen. De president geeft aan dat 2025 een belangrijk jaar wordt, waarbij de natie 50 jaar jong zal worden en er een omslag moet komen in het beleid. Het mag volgens Santokhi niet zo zijn dat de regeringen komen en afbreken wat voorgaande aan stabiliteit hebben gemaakt.